In ieder geval, deze is binnengekomen vandaag. Dus, nou, hij is vandaag binnengekomen. Daar ben ik heel blij om. Dus die wil ik bij sommige evenementen meenemen. Dus ik zal hem even goed in beeld houden. Zo, dan kunnen jullie hem een beetje zien. Dus, ja, zeker hartstikke leuk dat hij binnen is gekomen. Maar goed, YouTube is er ondertussen ook bij. Leuke intro om met YouTube te beginnen. We hebben een Eevee plushie. En ja, ik had een poll gedaan op... Ik had een poll gedaan op Facebook van ja, zullen we gaan livestreamen? En de meeste die wouden toch Afterbirth zien, omdat we heel veel Pixelmon daarvoor hebben gedaan. En Pixelmon doe ik vandaag de dag nog steeds. Alleen ja, op YouTube het neerzetten, het heeft niet echt veel nut, omdat ja... Het is echt interactief met de kijkers, dus... Maar goed, we gaan dus de Binding of Isaac Afterbirth doen. Nou, heb ik net al tegen Twitch gezegd, ik zal het nog een keer tegen je ook voor YouTube zeggen. Er zitten twee mods in deze Twitch, omdat ik heb de 1001% gehaald... en dan wou ik er eigenlijk een beetje mee gaan kijken van, nou, wat zijn die mods die je ermee kan doen? En ik heb de Verity Special Rooms mod, die zorgt ervoor dat special rooms zoals secret rooms, item rooms... Bosses, ze zijn helemaal aangepast, hartstikke leuk. En er zit een muziekmod in, volgens mij de indie game mod muziek zit erin. Wat alleen maar de muziek verandert. Dus ja, dat is eigenlijk best wel heel leuk en dat zullen jullie ook zeker zien. Maar van tevoren natuurlijk, zoals altijd, even een waarschuwing. Let er wel op jongens, het is Binding of Isaac. Dus er kunnen wat ja, bloederige of griezelige beelden in voorkomen. Ik weet dat ik veel jonge kijkers heb, dus vandaar dat ik toch eventjes die waarschuwing geef. Nou, genoeg geleuterd, laten we maar eens gaan beginnen. Oké, nou, ik wil wel eventjes de muziek dan wel een beetje wat harder zetten. Dan zullen we dus, anders heeft die mod ook geen nut. En ik ga Eden streaken. En wat doen Eden streaks nou? Ben je hype voor Pokémon Sun en Moon? En welke Pokémon zou je erin willen hebben? Eerlijk gezegd zou ik wel een nieuwe evolutie erin willen zien. Ik ben zelf een Eevee trainer. Mijn team is altijd Eevees. En zelf zou ik er wel eigenlijk een Poison type of een... misschien zelfs een Dragon type evolutie zou wel leuk zijn. Ik bedoel, waarom niet? Dus, maar goed. Even terug naar de game. We gaan Eden streaken. Eden is totaal random. Stats, items die we krijgen is totaal random. En we willen de streak zo hoog mogelijk gaan maken. Dus we gaan gewoon beginnen. En ik ga gewoon lekker interactief met de chat zijn. En we gaan wel zien hoe dat het balletje gaat lopen. Oké, we beginnen met Guppy's Paw. Dat is wel handig. We beginnen met de Fire Rate. Onze damage is decent. We beginnen met de Joker card. Dus we zouden al gelijk een deal met de devil kunnen doen. En oeh, die wil ik gelijk hebben. Daar beginnen we maar mee. Contract van Below. Dat zorgt ervoor tot volgens mij dat we dubbele items en dubbele kisten krijgen. Maar dus ook de kans hebben op dubbele bazen. Dus en Guppy Spa, dat zorgt er al voor dat we één Guppy item hebben. Ik haat deze rooms. Dus en ja, de Magic 8-ball die geeft volgens mij een extra fire rate. Maar onze fire rate is behoorlijk crappy en ik word nou al geraakt. Ik ben roestig. Oké. Nou, zoals je al ziet, dit is volgens mij... ja, hier hebben we dus die Verity mod en we krijgen al gelijk Pyromaniac. We kunnen ons eigen healen. Die 8 is op zich niet echt... Nee. Hey, Towler! How is he? Hoe gaat hij? Alles goed? Oh ja, trouwens, dat kan ik nou nog ook heel eventjes even doen. Even een leuke vermelding geven. Volgende week zaterdag is er namelijk een livestream... van de Towler. En dat is dan live vanuit een videogamezaak. Dus best wel leuk om dat nou eigenlijk te vermelden. Dus kill jezelf. Ik vind het niet erg. Kill jezelf vooral. En dit is super Meat Boy muziek. Oh, trollbom. Ah, trouwens, die healen mij. Daar hoef ik niet meer bang voor te zijn. Deze, die fishhead. Die zorgt ervoor dat we vliegjes... Ik hoor een geluidje. Wie is dat? Fireboss NL. Bedankt voor het volgen. Dankjewel. Hartstikke leuk. Een beetje druk, een beetje stressig. Maar ja, dat heb je, hè. Die adult life. Dus ja, nee, die 8 wil ik echt niet meenemen. Dat is niet echt heel erg handig. Dus, ja, ik vind het nog steeds heel erg vervelend. Weet je wat, screw it. Ik pak gewoon dat ding er even bij. Dan maar geen red health. Dan maar 3 soul hearts. Ik ben echt heel slecht aan het spelen nu. Mijn favoriete Pokémon. Mijn favoriete Pokémon. Eevee. Dus ik ben bij de Cotton Alley bij Super Meat Boy. Ik zit echt vast daar. Meat Boy is ook best wel moeilijk. Ik bedoel, ik heb het zelf niet meer aangeraakt omdat... ja, ik weet het. Ik vind het zo vervelend dat ik er niet bij kan zijn. Maar ja, trip naar Disneyland krijg je ook niet elke dag onder je plaat. Dus... maar ja, ik zie jou sowieso bij de Dutch YouTube Gathering. Dat wordt heel erg gezellig. En ik hoor weer een... May Happy YouTube, bedankt voor het volgen. Ik dacht Miltank.
Hij moest het weer zeggen. Hij moest het weer doen, die grap. En oh mijn god, krijgen we al gelijk een champion version. Wie was jij ook weer? Was jij nou... Ik weet niet, je bent irritant. Oh, wacht. Ah, die bommen doen mij niks. Jij bent zinloos. Oké, we moeten gewoon bij die stenen uit de buurt blijven. En diagonaal, of niet diagonaal van hem gaan staan, want dat doet pijn. Ja, ik weet jouw favoriet en ik ga hem niet spoilen. Oh, daar zit de secret room ook nog eens een keer. Dankjewel. Kun je nou doodgaan? Dank je. We hebben we. Two of clubs. It's a secret. Ik hou van de muziek. En dat was trouwens Plants vs. Zombies. Als je een baas hebt verslagen. Dus, volgens mij hadden we ergens een tinted rock ook nog eens een keer staan. Dus die zullen wel handig kunnen zijn. Dus maar oké. Okay, nou, wie heet de favoriete Pokémon van de Towler? En ik wil eigenlijk de Towler ook nog steeds in een keertje bij Pixelmon proberen te krijgen. Dus auw. Niet doen. Dat is niet lief. Kom op. Zo ken ik hier. Ik wil dat die bommen. Er zit daar een tinted rock. Die wil ik. Oké. Goed zo. Voorzichtig. Nou daar. Oh. Oeh, dat ging net goed. Oké, een solhard en een bom terug. Koink. Geef! Ik neem veel te veel tijd. Dit wordt zo geen bosrush. Op zich beginnen we nou ook niet echt met de beste items. Items die zijn nou niet echt handig waarmee we beginnen. Oké, ik moet zeggen, Pyromaniac is eigenlijk best wel handig. Omdat we zijn immuun tegen bom damage en alles. Is dat correct? Het is correct. Fireballs NL, die heeft gelijk. Dun, dun, dun. Nou, ik neem aan dat Fireballs NL dan naar die livestream moet komen. Te checken hoekjes mee moet nemen, Towler. Lijkt me wel leuk als je dan zo die koekjes mee gaat nemen. Oh. Ik vind het zo leuk om dan extreem tegen bommen in te gaan lopen. King Alert. Een King Alert. Oh boy. Oh, mijn damage is echt... Nou, het is normal, maar... Ja, mijn fire rate is echt waardeloos. Nou ja, wel twee sleutels. Ja, de shop heeft echt niet nog zoveel nut, omdat we maar 5 coins hebben. Nou, we gaan maar naar de bos gaan. Waarom niet? Oh, hi Widow. Spinnetjes. Ik hou niet van spinnen. Oh, ik kom heel dichtbij. Afstand houden graag. Dan hebben jullie een beetje vandaag kunnen genieten van het lekkere weer. Want ja, het weer is al op zich... Je sloopt mij in een hoekje, daar ben ik het niet mee eens. Objection. Kun jij al eventjes dat ding kapot springen? Dank je. Ik vind het wel leuk hoe dat hij zijn eigen vriendjes ook kapot springt. Maakt het voor mij extra makkelijk. Oké, nou. Laten we een beetje professioneler zijn. Laten we een heel klein beetje professioneler zijn. Dus op het moment als ik in een bosroom ben, niet naar de chat kan kijken. Een beetje... Focus... Ik bedoel, ik ken hele goede professionele Isaac trainers. Tuurlijk, trainers. Blablab. Hey, speed up. En een damage up. Nice. Wat is mijn favoriete game? Ja. Er zijn er tegenwoordig zoveel games. Moeilijkheid kiezen. Ja, die spin die poept spinnen uit. Dat zag je heel goed. Oké, nou we hebben een damage up. Dus die flies kunnen we nou in één keer... Vandaar ook die waarschuwing in het begin van deze aflevering... Niet doordenken, hè? Waarom niet? Het is leuk. Maar dat is een hele grote sacrifice room. Daar wil ik eigenlijk wel heen. Oké, nou. Eens eventjes kijken of we nog een leuke item kunnen vinden. Ah. Ik ga dit even iets lager zetten, dat ik het even kan zien. Notice me, Senpai 701. Bedankt voor de follow. Hartstikke gezellig. Notice me, Senpai. Dat is tegenwoordig echt iets waar je veel op internet tegenwoordig ziet. Notice me, Senpai! Oh, 2 kistjes. Daar zeg ik je nee tegen. Demon Tail. Demon Tail overvliegt. Ja, ik denk dat ik hem meeneem. Hebben we meer kans op Dark Hearts. Dat zag er nogal verkeerd uit. Alles in dit spel ziet er verkeerd uit. Kijk nou, ik ga Soul Hearts. Nee, hè. We hebben nou wel weer een buddy die ons helpt. En heel veel poep. Notice me, Senpai! Ik heb je genodigd. Krijg ik nou een koekje? Is niet erg, Towler. Leuk dat je heel eventjes langskwam. En nogmaals, ik denk dat ik deze even meeneem. En nogmaals, succes voor volgende week alvast. Mocht je niet meer spreken. Ik denk dat ik je nog wel spreek, maar mocht het niet zo zijn... Ik weet het niet! Ik weet het al niet meer! Maar bedankt voor het langskomen.
Wat hartstikke gezellig. Oeh, we krijgen heel erg veel. We krijgen heel erg veel shit van deze shit. Serieus, we hebben al 40 muntjes. Dan wordt het zeker even kus een hooi zeggen tegen de shop. En nou vraag ik mij af. Secret room? Nice. Nee, ik hou Petrified Poop bij. Die geeft heel veel goede stuff. It's a secret. Blijf leuk. Ah, jij gaf niks. Dat is lame. Weet je waar? YOLO. We gaan gewoon YOLO. Ik zelf ben niet echt zo'n Call of Duty player. Oh boy. Hier ben ik altijd heel slecht in. Hier ben ik heel slecht in. Hier ben ik super slecht in. Oh boy. Oké, concentratie. Ah, zie je, dat gaat het al fout. En er zit hier helemaal niks! Wat een troll! Ah, dat is gemeen. Nou ja, ik krijg er wel 2 cents voor me. Oh, kan ik deze alsjeblieft? Nee hoor. Oké, heel voorzichtig. Even hem even multiplyen. Was ik helemaal vergeten. Oh. Oh. Oké. Dit spel is Peggy 18. Volgens mij was het Peggy 12. Of 16. Volgens mij 12. Ik weet niet zeker. Ik bedoel, het is gewoon een leuk spel op Legend of Zelda gebaseerd. Oeh, damage up wil ik! Oh, en die andere mogen we er gratis bij hebben. Oké, prima. Dus we hebben nou HP up. En we hebben een damage up. En we hebben een control friend die ik nooit gebruik. Trouwens, die bars die je aan de zijkant hebt, dat is een programma genaamd Missing Hut. Daar kun je precies zien hoeveel damage dat we doen. En hoeveel kans dat we hebben op een deal with the devil en zo. Dus best wel handig. Hoi. Monstro. Dat was echt een trollroom daarboven, ja. Stom. Oké, Hoi. Hoi. Al heb ik wel zin om Twilight Princess op te gaan nemen. Lijkt me echt een heel erg leuk project. Oh, nog 2 sleuteltjes erbij ook. Wat lief. Maar we willen naar de shop. Niet echt. Tenminste, niet dat ik heb gevonden. Sly Trilogie. Nee, die heb ik nooit gespeeld. Hi. Hey, alsjeblieft. Dutch Gamer Kid, bedankt voor het volgen. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je erbij bent. Leuk, leuk, leuk. En dat op deze zonnige zaterdag. Maar ja, als we... Laten we eerlijk wezen. Het is zaterdag. Dus ja, als we dan een beetje een weer 2 sleutels. Ik krijg echt heel erg veel sleutels. Je weet wat dat betekent. Ja, ik weet er alles van. En jullie ook ondertussen. Het is niet echt meer een secret, hè. Totdat een ding gaat worden in die let's play. Oké, nou, ik wil zeker naar de shop. Ik bedoel, moet je kijken hoeveel coins dat we wel niet hebben. Dat is ridiculous. Nou, we krijgen sowieso een deal met de devil. Dat is handig. Nou, laten we eens kijken. Geef ons goede stuff. Battery. 9 volt battery is op zich wel handig. Aangezien dat we geen blank card hebben. Dubbelt elke keer als wij een hold item gebruiken. Dan zorgt het ervoor dat hij... Weet je waar, we nemen mee? We nemen hem gewoon mee. Dubbele kansen dus. En ik neem het solhard mee. Ik bedoel, we hebben geld genoeg. Bommen en sleutels hebben we zat. Dus HD all the way. Oké, kunnen we hier nog even wat coins uit krijgen? Ik bedoel, we hebben 1 hartje dadelijk voor de deal with the devil. Dus oh, kijk nou toch eens, Tinted Rock. Hoi! En waarom pak ik dit muntje niet op? Ben ik stom bezig? Oké, hoppakee. Oeh, de vallen. Dit kan interessant. Weet je waar? We gaan gewoon lui wezen. Ik ben lui. We gaan ons blauwe vriendje gebruiken. Auw. Nee. Echt 2 keer geraakt. Oh, Death Touch. Oh, een van de beste wapens ooit. En Sunny Chout, bedankt voor het volgen. Leuk dat je kijkt. Gezellig dat je erbij bent. Ja, heel veel money's weer hier ook. Oeh, we krijgen echt heel veel goede items. Oké, wat is dit? Judgment. Is dat een health judgment? Yup. En wat is dit? Ook een judgment. 2 health judgments. Ja, daar heb ik niet echt... ze kunnen goede items geven. En ik weet dat deze ook goede items kan geven, maar... Nee, ik denk dat ik hem oversla. En we gaan gewoon deze voeren. En dan offeren we wel ons hartje op voor 3 soul hearts. Kijk, hier hebben we al een speedball. Nog 1 zo'n ding en we krijgen... Weet je waar, we nemen gewoon mee.
gaan het heel gevaarlijk doen. We gaan heel gevaarlijk doen. Miauw. Oh, Curse of the Darkness. Ik hou niet van de Curse of the Darkness. We zijn heel gevaarlijk bezig op het moment. Oké, nou. We krijgen in ieder geval geen Angel Deals meer. Oh boy. Party Gaming Pro, bedankt voor de follow. Had je me trouwens al niet gefollowed? Ben je aan het refollowen? Oh, Explosive Diarrhea. Hoi. Wil jij alsjeblieft? Dank je. Die beesten zijn zo irritant. Ik bedoel, die spatten uit elkaar. Dat is gewoon flauw. Dat is flame. Oh. En die dash ook nog eens een keer in. Dus, ik hou niet van de Curse of the Darkness. Het is een van de meest irritante curses ooit. Zit daar misschien een secret room trouwens? Zal wel leuk zijn. Het liefste zou ik er eentje hoger hebben, maar weet je wel, ga jij daar achteraan. Nieuw. Hoef ons daar ook geen zorgen over te maken. Goed zo. Oneindige sleutels deze vloer, altijd leuk. En dit is dus weer die Fine hier. Hoe zit het eigenlijk met die 3DS Capture Card shit daarboven? Nou, heel erg simpel. Je kunt doneren en als we dat dollar hebben gehaald, dan hebben we een 3DS Capture Card. Daar komt het praktisch op neer. Nogmaals, doneren is natuurlijk wel op hele vrijwillige basis. Het is niet van je doneert en je krijgt special dit of special dat. Het is echt doneren op vrije basis. Bob's Run Head, je hoeft niet. Ik hou liever een kopje spal bij me, want ik vind dat ding echt niet zo wel handig. Dus, nee. David Gamers NL, bedankt voor de follow. Hartstikke gezellig. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je kijkt. Leuk, leuk, leuk. Ik ben ondertussen al mijn bommen hier aan het... Oh, weer geld. Nice. We hebben 58 coins. Of cents. Die Soul Heart wil ik hebben. En natuurlijk doe ik dat helemaal verkeerd. Want ik had hem hier moeten plaatsen. Ik had hem hier moeten plaatsen. Dan kan ik die Soul Heart niet meer pakken. Dat was dom. Dat was dom. Oh, ik ben echt niet slim bezig vandaag. Maar ja, het is de eerste streak. Dus laten we maar gewoon in leven blijven. Oeh, Minimash. En heel veel dingen die je kunt kopen. Zoals deze, die is leuk. Multidimensional Baby. Zorgt ervoor dat we een soort van double shot hebben op het moment dat we er doorheen schieten. Een Soul Heart, die neem ik zeker eentje wel mee. En is dit een Joker? Two of Clubs, altijd handig. En ik, ja, wil jou opblazen. Hallo de Lego Place crew! Lang geleden dat ik je gezien heb, joh. Hoe gaat het ermee? Gezellig. Ik ben wel blij met die minimasje. Die zorgt ervoor dat we een stuk sneller lopen. Het enige nadeel is, ik ben niet echt een grote fan van al die spikes hier op de vloer. En dat ding is zinloos. Zorgt ervoor dat je af en toe een keer een scheet laat en dat kan de vijanden poisonen, geloof ik. Weet ik niet zeker, maar... Ik weet niet echt alle items 100% uit mijn hoofd, dus... I found pills! Dubbel, wat leuk! Nou, we hebben de shop gevonden. Hoi! Wie snel doorheen. Die krijgen geen kans om adem te halen. Zo. Momski. Oh, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. En de battery. Ook wel handig. Moeten we wel een goed hold item hebben? Ik bedoel, we hebben nog steeds Guppy Spa. En dat doet op dit moment nog niet echt veel voor ons. Zero to Danga. Hallo. Gisteren dacht je Bobby Aanland gaan. Leuk. Bobby Aanland. Dat is ook lang geleden dat ik daar geweest ben. Moet ik ook er een keertje naartoe. Curse Room. Daar wachten we nog heel even mee. Ik wil weten hoeveel dat wij met health kan zitten. Dit item hebben we niet nodig. Maar deze... is altijd handig. Ik bedoel, kan extra damage geven. Plus volgens mij geeft dat voor... als fly item voor Beezlebuzz. Weet ik niet zeker. Don't quote me on that. En dan had je ook zeker lekker weer voor Bobby Aanland. Want gisteren was het ook heerlijk weer. Dus... Oké, hoi. iPhone pills. Oké, nou weet je wat? Oh, hoi. Ik haat Curse of the Darkness. Ik zag het nog niet eens. Oeps. Oepsie. Two of Hearts. Zinloos. Weet je wat we doen? Eerst de baas. Oh boy. Een Afterbird boss. Oh boy, dit kan gevaarlijk worden. Nou ja, op zich. Ik moet beter dodgen. Hoi. Explosies raken mij niet. Brimstone wel! Oh boy. Dit kan zo fout gaan. Oh. Oké, we hebben hem.
Geen deal met de devil, jammer genoeg. Maar dat maakt niet uit. We hebben Red Heart. Laten we nog even naar die secret. Ik ga over 3 weken onder schooltijd naar de Efteling voor 3 dagen. Dan is het lekker rustig. Onder schooltijd? Ga je dan met school? Want spijbelen, dat is niet goed, hè? Spijbelen, foei foei. Oh, hoi. Hi, Greet. Wat is dit? Greet mij niet raken, hè? Dat mag ik alleen. Hoort zo. Brave Greet. Wat is dit? Pertro. Oh, die neem ik zeker mee. Two of Hearts, die doei. Ik heb hem moeten verzetten vanwege een normale King Donderdag. Maar dan werd het kak weer. Nou, technisch gezien kun je nog niet echt het weer voorspellen van een donderdag. Aangezien dat nog een beetje te ver van weg is. Je kunt het een beetje proberen te schatten. Maar, oh, op zo'n manier. Ja, dan valt het niet echt onder spijbelen. Kijk, als er inderdaad toestemming en alles voor is gegaan, dan is het een ander verhaal. En dan krijgen we Curse of the Maze. Ook weer zo'n irritante curse. Ondertussen zijn we nog steeds bezig met Afterbirth. Dus, maar ik probeer wel interactief natuurlijk met de kijkertjes te blijven. Dat is heel belangrijk. Oh boy, ik haat deze kamer. Ik haat deze kamer. Ik haat deze kamer. Ga heen. Hoop. Oh boy. Kom eens. Kom eens hier. Kom eens hier. Zeg eens A. Oh boy. Zeg eens. Juist, goed zo. Oké, jij bent neer. Kun je ook even... Hoi, doei. Oké, daar was hij. Daar was hij. Wat is dit nou weer voor een waardeloze item room? Dit is geen item room. Dit is Doom. Doom of Diamonds. Ja, weet je waar? Ik neem het mee. En ik neem dat mee. En ik neem dit mee. En zoek het uit. Dit is gewoon een stiekem shop. Deze mot is gemeen tegen mij. Gemeen, gemeen. We hebben hier. Nou ja, af en toe schiet dat blauwe beest dezelfde tiers die ik schiet. Dus... Inderdaad, had ik dat ook maar. Ik ben jaloers. Weet je waar, we blazen deze gewoon op. Money, 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 money. Zou ik die laatste... Weet je waar, we gaan die laatste gewoon proberen. Ik bedoel, als we nog één zo'n spuit krijgen. Gelijk even. Oh, wat ben je toch weer een flamo. Ik offer mijn red health op aan jou. Oké, okay, Gimpy, dat is goed. Ja, ik hou liever Pietro bij me. Pietro is beter. Dus, zorg ervoor dat ik een item kan rerollen. Dus, Gimpy's spel is al tot nu toe nog wel heel erg effectief geweest. Hi. Jij knippert nog een groen. Dat is creepy. Zit hier trouwens een secret room? We hebben nog geen secret room, dus. Ja! Yeah! Shield of Tears! Red health! Oh, dubbel red health. Ik wist niet dat Raw Liver dubbel red health gaf. Nee, dat maakt niet uit. Hoi. Je gaat niet op mij schieten. Daar heb ik een hekel aan. Ik weet niet... ik weet niet of dat je dit vaak te horen krijgt, maar ik ga toch zeggen... Ik bewonder jou om je positie tegenover je kijkers. Want er zijn YouTubers die alles doen om views te kijken. En jij doet het gewoon om de huidige kijkers tevreden te maken. Echt waar respect. Ja, ik krijg het vaak te horen. Ja, ik ben er blij om dat mensen er zo over denken. En ja, dat is ook precies wat ik van plan ben om te doen. Dus, tja, ik... Maar ik mocht alleen van, omdat mijn vader ernstig ziek is... Oh, beterschap naar je vader toe. En we nog iets met ons gezin wouden doen. Nou, sowieso beterschap naar je vader toe. Hopelijk dat hij, ja, snel beter gaat worden. En heel veel plezier gewenst natuurlijk in de Efteling. Dus, ik ben er zelf ook heel vaak geweest. Nog een vlog over gemaakt en alles. Dus, Shop refresh! Oh god, we kunnen het spel breken, jongens. We kunnen het spel breken. Moeten we wel een oneindige money manier zien te krijgen? Card deck is niet echt handig. Hoe ver zitten we? Oké, we hebben hierna nog 2 floors. Everybody do that. Ik neem die 3 coins even mee. Je vader heeft nog maar 1 jaar te leven. Oh. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien dat het beter zal gaan. Ja, ik durf er eigenlijk weinig over te zeggen. Dus nou, in ieder geval toch heel veel sterkte gewenst. Dat is nooit goed nieuws. Oh. Ja, sorry, ik moet ook op... Ja... Het is een livestream ook, dus ik moet ook een beetje focussen. Niet om, ja, rude of iets te zijn. Maar echt heel veel sterkte gewenst. Ah, dat is treurig nieuws.
Volgens mij hebben we alles hier nou gehad in de shop refresh. Ja, ik weet het. Ik ken wel 15 coins. Of we moeten nou dubbel Steam Sale gaan krijgen. Dat zou ook heel leuk zijn. Look up. Altijd handig. Of een deal with the devil. Oeh. Waarom ook niet? Wacht eventjes. We hebben immunity to bombs. Weet je waar? Ik ga gewoon achter jou staan. Achter je. Haha, je kan me hier niet raken. Wat zielig. Maar ik bedoel, wij hebben infinite red health. En we zijn een spun. Nice. Wat is dit? Addicted. Dat is niet handig. De Mario Pro, bedankt voor het volgen. Ik denk dat ik deze ga rerollen. Oh, ja, want, geef. Oh, onze damage is nou zo lekker hoog. Dit is gaaf, jongens. Dit is gaaf. Beste reroll ooit. Reroll hype. Curse of the Blind. Kunnen niet zien welke items we oppakken. Typisch. Nou, misschien dat we Black Candle kunnen vinden. Hoi. Nadeel is, als we dus nou een shop binnen gaan, dan zullen we het dus niet zien. Ik gebruik mijn Nintendo soort van. Ik heb nog niet echt de app gedownload en alles, want ik ben niet zo van de app downloads. En hoezo heb ik Little Brimstone in één keer? Wanneer heb ik Little Brimstone gekregen? Hi. Auw. Auw. Gaat deze kamers. Ik ben wel snel. Nee, Meat Boy heb ik nog steeds niet uitgespeeld. Joink. Wat hebben we hier? Is dat niet de... Nee, deze is... Oké, en wat is dit? Oké, Pretty Fly is wel handig. Zo, jij eruit. Jij eruit, zo. Waarom zijn er sommige... aparte muziek. Dat komt door de muziekmod die ik erin heb zitten. Dat is de indie nog iets. De Parasite split shot. En ik weet wat deze andere dingen zijn. Dat zijn de fruitcake die zorgen ervoor dat alle... Dit zijn ervoor dat je rainbow tears krijgt, random effecten, noem maar op. Het enige nadeel is als je ze alle drie hebt, dan gaat het spel zo enorm laggen. Dus ik wil die absoluut niet. Geen links plaatsen in de chat, alstublieft. Dank u wel. Ik zie ook dat er geen enkele van mijn moderators online is op het moment. Die zou dat eigenlijk normaal dan altijd gelijk melden. Zo awesome zijn ze. Wat hebben we hier? Bad trip. Dat is gemeen. Koop het. The jar. Oké, dit is dus de reden waarom, dat ik denk, waarom ik dus dit niet vertrouw. Ik kan het absoluut niet zien. Doe het. Ja, maar jongens, ik ga het spel zo laggen. Oké. Jullie zijn de baas. Ja, dat weet ik. Maar links worden automatisch... Links worden automatisch verwijderd. Ja, ja, hartstikke leuk. Heel veel regenboogs, hartstikke leuk. Oké, de fruitcake, rainbow effects. En dit is volgens mij de $3 bill. Yep. Alles rainbow. Onze damage is 20 op het moment. Oh ja, mega tears. En nou zien we terug naar 11. Grapje, stop, niet doen! Ja. Nu weer te laat. Oh, de bloot. Wow, zie dit! Zie dit! Wat de neus was dat? Nou ja, we hebben de screw gekregen. En oh boy. Ninja Game Expert, bedankt voor het volgen. Oh, dit is zo tempting. Oké, wat is dit? My Shadow. Ik durf er nog eentje. My Shadow was eigenlijk waardeloos. Spirit of the Night. Oké, we kunnen vliegen. En die laatste kunnen we nou niet meer kopen. Oké, we hebben 2 hearts, jongens. Ik ben gierig geweest.
Dit kan heel erg slecht voor ons zijn. Wow! Wat was dat voor een shot? Oh boy, oh boy. Oh, we hebben er al eentje gelijk geopend. Oké. Soulhearts, meeneem die op. Oké. Ik ben best wel bang nu. Hi. We doen van alles. Onze damage is eigenlijk geweldig, zeker met die splitshot die we hebben. Oké, val hem aan. Oké, dit was een goede keus. Bad trip? Nee, dank je. Oké. Dit gaat goed. Op zich is dus die rainbow effect die aan werd geraden niet zo'n fout idee geweest. Thanks daarvoor. Oké, geen secret room hier. Gaan we weer omhoog. Oh boy. Maar trouwens, ik ken niet geraakt worden door explosies. Dat moet ik niet vergeten. Oneindige sleutels. Yay, mijn shadow. Dat is mijn alias. Oké. Gelukkig dat er iemand er heel blij mee is. Ik moet wel zeggen dat we heel erg veel stuff krijgen. Nou wil ik zeker naar de shop toe. Sta ik... Oh, hoi. Oh, pins. Echt, tears die vliegen overal naartoe. Ik weet nog niet eens meer wat ik raak. Snelheid is op max, dus... Waarom zou je in godsnaam sleutels betalen als je gewoon kan schieten? Kan iemand mij die logica's uitleggen? Hier. Wat is dit? Two of clubs. Gelijk doen. 40 bommen. Little charge. Niet nodig. We hebben nog steeds trouwens geen goed health item. Health item. Geen goede spacebar item. Hey ja, ik moet zo gaan eten. Dus ik ben zo weer weg. Hey ja, leuk dat je er toch even bent, Nick. Super Goomba Maker. Dank voor het volgen. Leuk dat je kijkt. Zo, vol hype vandaag, jongens. Leuk. Dankjewel. Dank voor alle support. Ik bedoel... Ja... Kan wel heel erg leuk zijn. Misschien dat we vandaag ook nog heel eventjes dadelijk naar Pixelmon toe gaan. Wie weet. Ligt eraan hoeveel plezier dat we hebben met... Tuurlijk spel! Met hoeveel plezier dat we natuurlijk hebben hier in Afterbirth en in de stream. En hoe lang dat we gaan doorstreamen en al die dingen. Dus met Tuurlijk spel! De laatste shop van de game en jij geeft mij geen shop, maar je... Dit spel haat mij. Ik ben zo gefrustreerd, ik liep gewoon een vlam in. Zagen jullie dat? Snoepie Timmermans! Ik heb je al eerder gezien, jongen. Foei, foei. Revolgers. Hartstikke gezellig. Ik heb er ook af en toe wel eens tussen zitten, de revolgers. Ah, we hebben oneindige sleutels, dus we kunnen alles openen. We kunnen zelfs deze allemaal openen. Wat maakt het uit? Helemaal niks. Oké, nou, we hebben de bos daar. We hebben nog niet de secret ruimte gevonden, dat is wel jammer. Hi, even een bommetje plaatsen. Kijk naar al de stuff die we hebben, man. We hebben gewoon 99 cent. Maar dan hoef je geen sorry voor te zeggen. Wauw, dat was eigenlijk best wel een hele grote tier die daar voorbij kwam. Daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Elke follow wordt op prijs gesteld. Is dat het al? Oké, doei. Nou, hallo moeder! Oh, nee. Oh, hoi. Gaat hier van alles? Hele rustgevende muziek. Explosies raken mij niet. Polaroid, pikant. Pikant. Because wou ik zeggen, maar ja, Engels-Nederlands. Dat is eigenlijk een van de leukste dingen. Oké, ik weet niet wat daar gebeurde. Maar... Nee, ik wil die crappers regen, ik wil Gummy Spaw! Damn. Ja, volgens mij werkt dat alleen maar op het moment dat je al, ik weet niet hoe lang, gefollowed bent en... Damage equals power. Really? Onze damage is gigantisch, jongens. Ik bedoel, we hadden de we konden eventueel het spel breken. Maar ja, aangezien dat we geen shops meer hebben, is dat helaas niet meer mogelijk. Misschien als we nog een bepaalde rune vinden of zo. Het is nog altijd mogelijk.
Ja, ik snap ook niet eigenlijk van refollowen alleen maar om in beeld te komen. Ik bedoel serieus, ik heb de chat in beeld daarvoor. Jullie komen in beeld. Jullie worden niet overgeslagen. Zie hoe snel ik ben! Kom dan met je hand, kom dan met je hand, kom dan met je hand. Oh boy. Hetzelfde als met re-abonneren. Dat is ook zoiets waarvan ik denk van... Ja, waarom zou je subscriben en unsubscriben en subscriben... Ja, en dan bedoel ik niet Twitch, maar YouTube, hè. Want Twitch, dat kost geloof ik geld zelfs. Dus iets waar ik nooit aan zal gaan beginnen. Sonic is Isaac, confirmed. Zou zomaar kunnen. OMG. OMG. Ja, ik wil 9 levens. Ja, ik wil de Black Candle tot we geen curses meer hebben. Ja, ik wil Guppy Scallop omdat we dan Guppy worden. Holy snijkvogels. Rip game. Dit is instant win. Dit is instant win. We kunnen niet meer verliezen. We hebben deze streak hebben we binnen, jongens. Snor hype. Gooi hem op zijn snor. Oh, jeez. Dit is ripperonisch. Op zich, het gaat wel goed. Heel erg druk gehad. Vind het een beetje jammer dat we Terraria niet op hebben kunnen nemen. Maar ja, kun je niet alles hebben natuurlijk in het leven. Dus, ja, en volgende week de drukke week. Dus daarom lekker even livestreamen nou. Trolluigi, bedankt voor de follow. Leuk dat je kijkt. Hartstikke gezellig. Ondertussen heb ik wel veel volgers ondertussen, zeg. Jongens, jullie zijn geweldig. Two of Diamonds, niet echt nuttig meer. We hebben al 99 cents, dus... Ik heb een wals overal gewoon er doorheen. Je moet je kijken, joh. We doen zoveel damage, split shot. Het heeft echt allemaal geen nut meer. We kunnen eigenlijk gewoon rushen naar de baas toe. Het is jammer dat we niet ietsje sneller waren geweest, anders hadden we nog Hutch kunnen verslaan. Als je veel volgers hebt, word je verplicht om een subscribe-button te nemen. Dan kunnen mensen hun kwaliteit aanpassen, plus custom emoties en alles. Ja, heel erg leuk en alles, maar waarom moeten ze daarvoor betalen? Ik bedoel, serieus. Oh, dubbele baas zelfs hier. Hoi. Dat was een dubbele baas. Oké, nou, we hebben hier heel veel pillen en we hebben geen deal with the devil. Daar ga ik veranderingen brengen. Want ik wil deze hebben. The missing page, evil up. Beetje zinloos, maar dat maakt niet uit. Oké, wat hebben we? Range up. Explosive diarrhea. Hematemesis, addicted. Nou, we nemen explosive diarrhea wel mee. Refollow dan? Niet doen. Refollow? Nee, want dat neemt ook weer een follow weg. Dus refollowen is daar nog wel zinloos in. En waarom gebruik ik eigenlijk mijn spatiebar item niet? Omdat we een heel leeg in mijn vliegjes hebben. Ik bedoel, ik hoef nou nog niet eens op te letten. Ik kan gewoon eigenlijk ergens binnenlopen zonder dat ik denk van... misschien moet ik oppassen. Misschien moet ik voorzichtig wezen. Misschien moet ik uitkijken met waar dat ik schiet. Ik bedoel, explosies kunnen ons niet raken. Gronddingen kunnen ons niet raken. Het enige wat ons kan raken, dat zijn kogeltjes. Hier, kijk. Auw. Oh, speed up. Zinloos, maar ik neem het. Nee, ik heb niet de Undertale mod. Ah, rip game. Go my flies. Serieus, ik kan nog niet eens alles onderzoeken. Ik bedoel, het heeft geen nut meer. Dit is gewoon ripperonisch. Hallo, zeg eens A. La, doei. Nou, waar zit die bos hier? Nou, gewoon rushen. We hebben ook ondertussen alles op pijn op 99. Het heeft geen nut meer om mijn geld op te pakken, maar ik doe het toch. Ripperonies. Secret room? Nope. En trouwens smakelijk, ja. Zeep, ga je ook nog een keertje super expert challenge mode doen? Misschien is dat inderdaad een keer leuk als ik gewoon die 100 levels een keertje als YouTube video zou gaan doen. Dus misschien wel moet ik heel eventjes kijken hoe dat ik dat precies wil aanpakken. Dus misschien. Beloof niks. Dat durf ik niet in verband met dat ik het vaak zo druk heb.
Zit hier iets boeiends? Doei. Dit heeft niet veel met het spel te maken, maar wat vind jij het belangrijkste in een game? Storyline, gameplay, optionele missies, etc. Ik vind het belangrijkste in het spel dat het verhaal heel erg goed is. Dat de gameplay natuurlijk ook goed is, dat het natuurlijk wel fatsoenlijk te spelen is. Dat is ook heel belangrijk. Dus dat vind ik heel belangrijk in een spel. Grafisch maakt me niet echt zoveel uit. Ik bedoel, ik heb zelf Pokémon Mystery Dungeon, Explorers of Time. Een van de beste spellen die ik van die series heb gespeeld. En nou weet ik dat de graphics daar niet zo perfect van zijn. Maar echt dat verhaal wat daarin verteld wordt. En hoe de gameplay toch interessant blijft. Heel goed spel. En ja, ik weet het jammer van Terraria. Nogmaals mijn excuses daarvoor, jongens. Ik zou het dolgraag willen opnemen, maar ja... Huiswerk is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Plus, we nemen het op met een groepje. En als het groepje niet kan, ja, dan is er gewoon geen opname, helaas. Oké, wat heb jij? Reroll? Nee. Nee, ik ben tevreden met wat ik heb. Dan heb je hier natuurlijk weer vijanden neergegooid, hè. Nee, ik kan absoluut niet rerollen. Zeep, ga je als je die Capture Card 3DS Mario en Luigi Dream Team Bros doen? Dan wil ik eigenlijk heel veel 3DS games gaan doen. Ik wil sowieso Shiny Hunt op livestreams. Lijkt me hartstikke leuk om een paar keer te doen. Ik wil dan sowieso de Mario en Luigi games wil ik doen. Een nieuwe Pokémon Let's Play ben ik van plan om te gaan doen. Misschien dat ik zelf dan nog Shinies weg zou kunnen geven. Wie weet. Dus giveaway is ook wel leuk. Trouwens, die gouden hartjes, ja, dat als we die kwijt zouden raken, dan... Oké, die werden groot. Dan komt er heel veel geld tevoorschijn, trouwens, dus... Oh boy. Wauw, dat ging snel. Heb jij iets boeiends? Dat is niet boeiend. Dat is irritant. Dat is vervelend. Die mag je zelf houden. Nog zoiets dat je goed doet. Alleen een emulator gebruiken als je het echte spel hebt gekocht. Dat heb ik inderdaad vroeger gedaan. Alleen emulators wil ik eigenlijk helemaal niet meer gebruiken. Sowieso. Ik vind ze niet fijn werken. En ik vind gewoon van een spel moet je spelen op de oorspronkelijke console. Partners in Time is toch wel een van de beste van de Mario Luigi RPG series. Partners in Time was zeker heel erg goed. Maar Dream Team Bros vond ik ook heel erg goed. Alleen ik ben nog helaas niet aan toegekomen om die andere te doen. Die RPG geloof ik. Van hoe heette die nou? Paper Jam? Game of Tommy had het er met mij nog over. Dus het is echt slecht dat ik daar nou wel weer vergeten ben. Maar zoveel aan mijn hoofd gehad. Dus ja. In ieder geval, ik vind het hartstikke gezellig om jullie zo te kletsen, jongens. Hartstikke gezellig. Misschien kijken we daar ook nog heel eventjes of Mu mee... Tuurlijk. Geef ons nog maar weer geld wat we niet nodig hebben, want we hebben al max. En ik zou hier gewoon weg kunnen teleporteren, maar ik vind het gewoon zo leuk om te kijken hoe snel dat we die wel niet kunnen killen. Dus Zeep is de beste YouTuber ter wereld. Nee. Daar ben ik het niet mee eens, sorry jongens. Ik bedoel, er zijn heel veel goede YouTubers. Dus ik weet... Nee, ik ben echt niet de beste YouTuber. Maar toch bedankt voor het compliment. De Gamecar, bedankt voor het volgen. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Skullkitty stelt het op prijs. Ik wil die toch veranderen. Ik wil daar toch een Eevee gift neer gaan zetten. Ik weet niet. Ik bedoel, Eevee is mijn favoriete Pokémon. Ik wil daar toch een Eevee neerzetten. We hebben al een Zelda gerelateerd iets op het moment dat er gedoneerd wordt. En ja, ik weet het, Majora's Mask, hij is leuk. Maar ik wil daar toch een Eevee neerzetten. Die hebben we niet echt nodig, want we hebben genoeg bommen en we zijn immuun tegen bomdamage, dus... Welkom terug, koekje! Haar aan je hoofd gehad? Ja, ik heb heel veel haar aan mijn hoofd gehad. Weet jij of de nieuwe 3DS games op de gewone 3DS kunt spelen? Sommige wel, sommige niet. Als er staat exclusive voor 3DS, of voor nieuw 3DS, dan kun je ze dus niet op de gewone 3DS spelen. Hou daar rekening mee. Dus ja. Wat gaaf muziekje trouwens.
Waar zit de baas? Oké, hier. Ach, laten we eens even... Oh, ik loop er gewoon voorbij. Kom op! Probeer mij aan te vallen! Probeer iets! Je faalt! Eigenlijk is dit gewoon een live Q&A. En ondertussen spelen we een spel tussendoor. Ja, komt het wel op neer. Nee, ik hoef geen red health. En nog steeds heb ik die health item niet gebruikt. Vaporeon, Flareon, Jolteon, Espeon, Umbreon, Glaceon, Leafeon of Sylveon. Allemaal! En ja, deze run is way too easy. We hebben echt heel veel goede items. Hier wil ik niks van. Dat is allemaal waardeloos. Ah, misschien Robo Baby. Ik zeg al, ik ben echt Eevee trainer, dus ja, de 6 die ik op dit moment in mijn party heb, dat zijn allemaal de evoluties op Flareon en Leafeon na. Dus maar ja, Eevee approved this message. Weet je wel, ik zal hem even wat dichterbij. Ik zal hem wel even hier wat dichterbij houden. Ik zal hem even gewoon hier, dat hij gewoon heel dichtbij hier zo staat. Dat we hem gewoon kunnen roepen wanneer dat we, ja, hem nodig hebben. Onze Eevee. Punching bag. Altijd handig. Boomerang tears. Nee, dank je. Nou, onze eerste Eden streak die is in ieder geval wel binnen. Dat is wel handig. Hallo. Ja, we gaan hem gewoon eindigen. Als we de baas vinden, jongens, dan... we worden alleen maar overpowerder. Dus, hoppakee, mapping effect. Ja, die wil ik hebben. Wat is dit? De hangman, niet nodig. Jordi2001, bedankt voor de follow. Welk onder spel heb je 100% uitgespeeld, maar ben je toch nog aan het spelen? Dit spel, Binding of Isaac, Afterbirth. Twilight Princess, Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask. Eigenlijk praktisch elke Zelda game die eruit is. Pokémon, ja, nee. Ja, 100% zal zijn dat je elke Pokémon zal vangen, dus... De pratende Pikachu, die heb ik hier. Die hebben we hier toevallig. Dus die heb ik ook. Ik zal ze dadelijk even back-to-back zetten op het einde van deze run, dus waarom ook niet. Hartstikke gezellig. Gaan we gewoon een leuke dag van maken, jongens. We zien wel tot hoe lang dat we doorstreamen. Maar het einde van deze streak is in zicht, dus voor deze aflevering van YouTube gaan we dus komt er dus een einde aan. Als je zou moeten kiezen tussen Mario of Zelda, welke zal het zijn? Zelda. Aangezien dat mijn naam is Zelda Player 20 voor een reden. De eerste games die ik vroeger speelde toen ik klein was, was The Legend of Zelda. Dus naar welke conventies ga ik nog dit jaar? Tomocon alleen op een zondag. De YouTube Gathering. Animecon. Animecon. Tomo Fair. First Look. Abunai. Nishikon. Tomo Party zat er volgens mij ook nog tussen. Dus. En dan ook alles shiny vinden. Sommigen vinden dan dat je het dan pas 100% hebt uitgespeeld. Nog niet misschien. Ik neem altijd mijn Inferno mee. Die bij andere Pokémon games was level 99. Dus Elite 4. Dus easy Elite 4, ja. Ben al vanaf het begin aan het kijken, weet ik Toos. En nog steeds leuk dat je er bent. Wie is diegene die Player 2 bestuurde bij je Mario Galaxy serie? Dat is heel lang geleden en daar ga ik het ook niet meer over hebben. Heel simpel. Dus is heel erg simpel. En we hebben een secret en we hebben Toothshot en we hebben heel veel luck en we hebben... Pussyman! Dankjewel voor het volgen! Miauw! Ja, die reference moest heel eventjes... Ik weet ook niet waarom. Ja, maar die is er al heel lang mee gestopt, dus vandaar. Oké, nou, kunnen wij deze run eindigen? Oh, ook nog eens een keer splash damage. Dat ding, dat is irritant. Dat wil ik niet. Zorg ervoor dat je eindeloos blijft vuren. Hier, ik gebruik een... Oh nee, ik heb de item niet meer. We hebben hem gewonnen! Yay!
Zo. Nou, we hebben dus de eerste streak hebben we gehaald. De volgende streak die gaan we ook waarschijnlijk nou nog opnemen. Maar ik neem heel even een pauze. Dus YouTube, tot de volgende video van deze livestream. En ja, Twitch, wij gaan heel even pauzeren. Ik zie jullie zo weer.